Ja, oude ploeggenoten van Feyenoord die lopen hier rond. Heb je nog veel contact met die jongens? Jawel, ja. Zowel jongens als Cabral, Klaas en zo en de anderen, ja, die spreek ik nog wel. Of telefoon of internet. Dus het is wel altijd wel zo gebleven. Hoe kijk jij nu naar Feyenoord? Want er breekt veel talent door, ook jouw leeftijdsgenoten. Ja, dat heb ik gezien. Er zijn ook heel veel jonge spelers bij nu. Van een aantal jaren jonger. Ja, het is alleen maar goed voor Feyenoord, denk ik. Ze draaien dit jaar vrij goed, heb ik gezien. En spelen ook goed voetbal. Dus het is alleen maar goed, denk ik. Je bent op je 15e ben je naar Chelsea gegaan. Hoe kijk je terug op je Feyenoord-periode? Heel goed. Ik bedoel, vanuit daar ben ik toch met voetbal begonnen. Toen in de F'jes met Aaron Pinas tot Cor Adriaans in de B1. Dat is toch een groot deel van je carrière eigenlijk, tot nu toe. Dus het zal altijd wel bij me blijven, ja. Daar ben ik alsnog heel dankbaar voor, ja.